Dat hij president wil worden, wisten we al. Maar maakt Trump nog wel kans nu hij steeds aangeklaagd wordt? Kijk dit. Hij staat nog steeds dik voor in de race om het Republikeins kandidaatschap. Zie je deze pieken? Daar is wat bijzonders mee, want hier gaat hij omhoog. Precies op het moment dat hij vervolgd wordt voor het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice. Het is de eerste strafzaak tegen een oud-president ooit. En hier moet hij een schrijfster van de rechter miljoenen betalen omdat hij haar seksueel misbruikt heeft. En dit doen de peilingen. In juni weer. Hij blijkt honderden geheime documenten in zijn vakantiehuis in Florida te hebben liggen. En nu de zwaarste aanklacht ooit voor pogingen om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Zelfs als hij wordt veroordeeld, kan hij president worden. Alles over die nieuwste aanklacht hoor je in onze podcast. Link in comments.